Toen was vrienden van het MCL gevraagd werden om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het kunstwerk in het MCL van Tim Etchels, waren we direct enthousiast. De Stichting Vrienden staat voor die bijdrage voor de patiënt waar het MCL niet direct zijn geld aan kan spenderen. Denk aan kunst, denk aan uitingen in patiëntenzorg. Kunst verbindt en kunst geeft momenten van reflectie. En als Stichting Vrienden hebben we daar in gemeente een bijdrage te moeten leveren. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Ik denk dat het een enorme toevoeging is voor het MCL in hun eigen slogan, gehoord, gezien en geholpen. Hoe mooier kan dit aansluiten bij die slogan. Als Stichting Vrienden doen we dat niet alleen. Stichting Vrienden krijgt zijn geld van donaties en van giften. Maar we hebben voor dit project ook fondsen aangeschreven. En daarvoor een speciale dank, en dan moet ik toch even op mijn papiertje kijken, voor het Dritske Boelema Gasthuis, die een bijdrage heeft geleverd, Coöperatie Rabobank Fonds en het LOF, die allemaal ruimhartig hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit kunstwerk. En ik hoop echt dat het MCL het hier op deze prominente plek nog jaren van mogen genieten, en zeker die patiënten die er elke dag onderdoor gaan lopen. Wat is het mooi dat het MCL huiswijze wil van het kunstwerk van Tim Etchels. Het is een neon kunstwerk dat kiet op taal, hoe de verskate loeren van taal, hoe jouw jere kennen. En juist in dit coronatietrek is taal, heel dan in de zorg, o zo wichtig. Uit eigen ondervinding ga ik mooi maken dat als je Fries spreken kennen, heel dan in corona-relateerde onderwerpen, dat veel zelf vertrouwd. Maar dat hield ik voor oren taal. Dus het is mooi dat het MCL meertalig is, om zo goed mogelijk zorglevering te kennen en ik het huis of de huiskamer wijzen wil van het kunstwerk. Een dik compliment. Wat ontzettend fijn dat het kunstwerk hier een plaatsje heeft gekregen. Het is een mooie herinnering aan het jaar van de culturele hoofdstad in Leeuwarden, 2018. Dit kunstwerk was te zien in paviljoen Obe op het Oldehoofster Kerkhof. De bekende reuzen van Royal Deluxe zijn er toen langsgelopen. En nu? Nu komen dagelijks onze medewerkers hier langs, onze eigen reuzen in de zorg. Ik vind dat wel toepasselijk. Ik wil de provincie Friesland bedanken. De provincie heeft het kunstwerk geschonken. Daarnaast dank aan de Stichting Vrienden voor het MCL, aan de sponsors en alle anderen die de plaatseling mogelijk hebben gemaakt. In ons laatste personeelsblad stond een interview met de kunstenaar Tim Etchels. Hij vond het bijzonder dat zijn werk in een ziekenhuis zou komen. Ik citeer: geneeskunde is niet alleen de behandeling. Communicatie is een belangrijk onderdeel. Het kunstwerk benadrukt de verschillende talen en verschillende taalniveaus. Eigenlijk heel spannend dat het in een ziekenhuis komt. Just a few words in English, Mr. Etchels. We are very glad to have your work of art in our hospital. We would have loved to have had you with us here today, but unfortunately that's not possible. Nevertheless, your work will be seen by thousands and thousands of people here in Leeuwarden, here in our hospital. On behalf of the board of directors, our staff and our patients, thank you very much. Dit kunstwerk gaat over taal, de gelaagdheid van taal, over communiceren, over onderling begrip, over mondigheid. Eigen regie voor de patiënt hoort daarbij. Shared decision making, samen beslissen met de patiënt. Dat is ook een van onze speerpunten. Op de keper beschouwd past dit kunstwerk zo goed bij waar we als MCL voor staan. Na de culturele hoofdstad had het nauwelijks een betere plaats kunnen krijgen. We kunnen in deze bijzondere tijd geen officiële onthulling organiseren, dus ik hou het verder kort. Haal de schakelaar maar over, dan is dit kunstwerk hiermee officieel geopend.